Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Martijn van der Linden en vandaag heb ik de gast Sam de Munk. Welkom Sam. Aangenaam. Sam is voorzitter van de studentenvereniging Rethinking Economics NL en co-auteur van dit rapport Thinking Like an Economist. En we gaan vandaag spreken over het Nederlandse economieonderwijs en nieuw economisch denken. Ja, misschien om te beginnen Sam, wat is Rethinking Economics NL? Ja, om je een klein beetje te corrigeren, het is niet een studentenvereniging. Maar Rethinking Economics is officieel een stichting, maar in de praktijk zijn we gewoon een beweging voor zowel studenten als academici. Mm-hmm. Het is ook een internationale beweging, wij zijn dan de Nederlandse tak daarvan. Maar in de hele wereld heb je groepen van studenten, zowel economiestudenten als ook andere studenten die ook met economie in aanraking zijn gekomen. Maar ook heel veel academici die economieonderwijs willen hervormen, omdat we eigenlijk zien dat we leren niet de economie begrijpen, terwijl dat toch de kern zou moeten zijn van economieonderwijs. Dus we zetten ons hard in om dat te veranderen. En hoe ben je zelf betrokken geraakt bij Rethinking Economics? Ja, dat is wel grappig. Ik ben toen ik economie ging studeren, kocht ik een klein boekje, de geschiedenis van economisch denken. En toen las ik allerlei geweldige theorieën en ideeën. En tegelijkertijd kwam ik in de les en toen dacht ik, huh? Waarom leer ik al die ideeën niet? Waarom wordt er niet over gepraat? Ik leer één kleine theorie, terwijl er zoveel verschillende ideeën zijn. En toen ben ik steeds meer en meer en meer gaan lezen, kwam ik erachter dat er een hele internationale beweging is. En toen kwam ik naar een nationale bijeenkomst van Rethinking Economics. En sindsdien ben ik er eigenlijk elke dag mee bezig. Dus, ja. En hoe lang ben je voorzitter? Ik ben nu ongeveer 2 jaar voorzitter. Dus ik ben nu al 2 jaar eigenlijk ook bezig met het onderzoek dat we hebben gedaan en met de beweging steeds groter maken, evenementen organiseren. En op die manier ja, proberen we nu, tenminste, daarvoor was Joris Tieleman voorzitter, die dat ook ongeveer 2 jaar gedaan. Dus, en ik geef nu ook weer het stokje over. Goed zo. En jullie in het rapport analyseren jullie het economieonderwijs in Nederland. En hoe zijn jullie dan op dit idee gekomen? Ja, eigenlijk omdat het debat over economieonderwijs, dat werd langzaamaan een punt op de agenda eigenlijk, doordat we de beweging hadden opgericht. Ook de KVS pre-adviezen bijvoorbeeld in 2016 gingen over economieonderwijs. Alleen we merkten dat heel veel van het debat was heel veel gebaseerd op anekdotisch bewijs. Ik zelf heb dit vak gevolgd, dus het is slecht. Of ja, een docent die zegt, geef ik dit vak, dus alles is goed. Ja. En dat leidde niet echt tot een productieve of een constructieve discussie waar we mee verder konden. Dus we wouden echt een systematisch overzicht geven van hoe ziet het economieonderwijs er nou uit. En toen hebben we besloten om elk vak in Nederland te analyseren. Om echt een overzicht te geven van wat wordt er nou overal gedaan. En daar dan natuurlijk wel gemiddeldes uit halen, omdat je één mooi plaatje kan geven van zo ziet het eruit. En dat is volgens mij best wel goed gelukt. Ook voor heel veel academici is het ook echt heel erg een verrijking. En ook dat zij heel verbaasd waren van ik dacht dat het zo zou zijn, maar jullie hebben toch echt laten zien dat het zo zit. En ik denk op die manier dat het debat in Nederland daarmee een stap verder kan. Ja, want jullie hebben alle 325 economievakken in Nederland geanalyseerd. Van alle 9 bacheloropleidingen economie. Ja, precies. En jullie zijn dus simpelweg gaan kijken wat wordt daar gegeven en dat hebben jullie ingedeeld. Ja, we hebben naar 62 indicatoren gekeken. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld de vraag, worden er regressiesanalyses gedaan in dit vak? En hebben we ook nog gekeken naar, wordt dit een klein beetje gedaan? Wordt dit heel veel gedaan? Of gaat het hele vak hierover? Dus we hebben op die manier heel veel differentiatie eigenlijk aangepast. En dan uiteindelijk daaruit met allemaal statistiek ook bijvoorbeeld op basis van is het een keuzevak of is het een verplicht vak? Hoeveel studiepunten krijg je ervoor om op die manier echt een overzicht te krijgen van wat leren economiestudenten nou echt in plaats van maar één dingetje te bestuderen. Ja. En wat zijn jullie belangrijkste bevindingen? Ja, eigenlijk is de belangrijkste bevinding, zoals ik net zei, we leren niet de economie begrijpen. Ja. En dat vind je terug in allerlei verschillende dingen. Als je de economie wil begrijpen, dan moet je natuurlijk ook kijken naar de echte economie. Niet alleen maar naar theorieën en methodes. En in 3/4 van de vakken wordt dat gewoon niet gedaan. Mm-hmm. En in slechts, dan moet ik ook de percentages goed uit mijn hoofd weten, maar in die andere 1/4 van de vakken wordt het in 12% wordt het een klein beetje gedaan. In 12% wordt het best wel veel gedaan en er blijft er nog een heel klein percentage over waarin ze het echt uitgebreid doen. En dat is eigenlijk heel problematisch, want dan kom je van je opleiding af. En dan denk je dat al die theorieën perfect werken. En dat de wereld is natuurlijk veel complexer en veel ingewikkelder. En dat leer je helemaal niet. En dat is een van de kernpunten die we echt proberen aan te tonen. Van jongens, we moeten meer kijken naar hoe zitten die economische sectoren in elkaar. Als je een uitgangspunt neemt als economische problemen, hebben we dan gedefinieerd als de Millennium Goals. Lijkt me toch iets waar veel consensus over is, dat belangrijke onderwerpen zijn. Die worden gewoon bijna niet behandeld. Dus als je armoede wil begrijpen, neem dat als uitgangspunt voor een vak.
maar dat doen we niet. Een ander heel belangrijk punt, en dat er eigenlijk mee samengaat, is dat het heel erg gedomineerd wordt door één manier van denken. De titel verwijst er eigenlijk ook naar, denken als een econoom. En daarbij is het niet zozeer als een econoom, maar eigenlijk als een neoclassieke econoom. Want 86% van alle theorievakken die zijn in neoclassieke theorie. En dat is en één. Misschien voor de kijker, ja, ja, wat is neoclassieke economie? Dat is altijd een leuke vraag waar we ook veel discussie over krijgen. Ja. Wat is dat dan? En heel veel verschillende mensen hebben daar ook weer verschillende antwoorden op. En in het boek geven we daar ook een korte definitie van. Maar het gaat voornamelijk om dat het is een manier van denken met de homo economicus. Dus mensen zijn rationele, egoïstische mensen die aan het berekenen zijn hoe ze hun eigen nut of geluk kunnen maximaliseren. En dat doen ze altijd op markten. Ja. Dus overal waar je naar kijkt, of dat nou naar de gezondheidszorg is, of dat je naar onderwijs kijkt, of dat je naar arbeidsmarkt kijkt, je ziet altijd markten. En daarbij zie je marktwerking, maar ook marktfalen. En het gaat altijd om tot evenwicht komen. Dus uiteindelijk komt het met aanbod en vraag komt het tot een evenwicht. En op die manier leer je naar alles kijken. En bijvoorbeeld Gary Becker is een extreem voorbeeld die dit ook gewoon toepast op huwelijken, op het opvoeden van kinderen, op verslaving. Alles kan hij op deze manier verklaren. En dat is eigenlijk waar we met de opleiding naartoe gaan. We leren niet zozeer dat ding, de economie, begrijpen. Maar we leren gewoon op deze manier denken. En of je dan huwelijken aan het analyseren bent of hoe je je kinderen later gaat opvoeden, dat is eigenlijk niet zo van belang als je maar die methode gebruikt. Maar het gaat natuurlijk ook samen met een bepaalde analyse, dus meer de econometrie, heel veel statistiek, heel veel wiskunde. Terwijl kwalitatieve analyse, zoals interviewen, veldwerk, terwijl een Alfred Marshall, de grote neoclassieke econoom, juist van het veldwerk was, dat doen we helemaal niet meer. En dat is ook een van de punten die we echt aankaarten. Dat niet alleen de theorie, maar ook in de methodes is het erg nauw. En dat zijn eigenlijk de grote problemen die we proberen aan te kaarten en waar er echt verandering op moet komen. Dus samengevat, dus op in het Nederlands economieonderwijs domineert neoclassieke theorie. Ja. Domineert wiskunde. Ja. Of kwantitatieve analyses. Mm-hmm. En domineert theorie en dan gaat het eigenlijk niet over de economische praktijk. Ja. Precies. En dat is op alle universiteiten zo? Of zijn er uitzonderingen? Er zijn uitzonderingen. Maar er is niet zozeer één universiteit die het op alle vlakken goed doet. Mm-hmm. Dus elke universiteit kan het beter doen. Ja. Maar bijvoorbeeld Wageningen, die doet het een stuk beter met echt kijken ook naar de praktijk. Nijmegen doet het weer een stukje beter op meerdere theorieën behandelen. Utrecht doet het bijvoorbeeld beter op verschillende disciplines ook erbij halen. Dus er zijn universiteiten die het ietsje beter doen, maar eigenlijk zeggen we dat elke universiteit kan het nog veel beter doen. En wat bevelen jullie dan aan? Of wat kan er anders? Ja, eigenlijk proberen we ook op ons. We hebben ook een website gemaakt op basis van het rapport, economieonderwijs.nl. En daar geven we ook een overzicht van welke materialen missen er in het curriculum en zouden er onderdeel van kunnen worden. De belangrijke vraag is natuurlijk, zijn er docenten die dan ook deze materie kennen en kunnen onderwijzen? En dat is eigenlijk denk ik waar een van de grote stappen gemaakt moet worden. Docenten kennen vaak deze theorieën niet. Ze zijn zelf op dezelfde manier eigenlijk opgeleid. Dit is waar ze onderzoek in doen. En dan is het heel lastig om les te geven in die andere vakken, terwijl er zijn toch ook wel aardig wat economen in Nederland die wel van die andere dingen wel kennis hebben opgedaan. Dus juist die economen zouden ruimte moeten worden gegeven om ook werkelijk les daarin te geven. En dan niet alleen een keuzevak in het derde jaar, maar ook aan eerstejaars in een verplicht vak. En dan is het ook niet een exotisch iets voor mensen die dat toevallig interessant vinden. Want dat is hoe het vaak nu wordt neergezet. Ja, het is best leuk als je post-Keynesiaanse economie interessant vindt. Dat is misschien een leuke hobby, maar de echte economie is toch neoclassieke economie en dat moet veranderen. Want daar is geen goede basis voor. Maar pleiten jullie voor diversiteit of pleiten jullie ervoor om een neoclassieke economie omver te werpen? Dat is volgens mij een vrij fundamentele keuze. Zeker, zeker. Ja, nee, we pleiten voor diversiteit. Ja. Neoclassieke economie is op zich niks mis mee. Dit is gewoon een interessante manier om naar de economie te kijken en ook naar andere dingen dus. Maar dat zou niet het doel moeten zijn. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer dat we geen neoclassieke economie willen. Sterker nog, het is heel belangrijk om dat te leren. Zeker omdat bijna alle economen op de wereld die theorie kennen. Dus als je met andere economen wil praten, dan moet je die theorie ook gewoon zelf goed kennen. Maar het zou daar niet moeten stoppen. Het zou gewoon veel verder moeten gaan dat je ook andere theorieën moet leren kennen. Want dan wil je één onderwerp kunnen snappen. En je gaat er maar op één manier naar kijken. Ja, dan mis je allerlei dingen. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk geen goede besluiten maken, want dan ben je blind telkens één richting aan het ingaan, omdat je die andere dingen niet kan zien. Dus het is niet zozeer dat die ene dat neoclassieke perspectief weg moet, maar het zou niet de enige moeten zijn. En
Ja, onlangs was ook Kate Raworth in Nederland met haar donut-economie. En zij bekritiseert ook neoclassieke economie. En zij kregen een vrij onaardige reactie van Nederlandse economen. Ja. En vooral academische economen. En hoe is er gereageerd op jullie rapport? Ja, dat is best wel een groot verschil ertussen. Eigenlijk hebben wij, zoals zij, van haar boek werd ook veel gezegd, lees het niet. Ik vond het verschrikkelijk om te lezen. En wij hebben eigenlijk bijna geen echt negatieve reacties gekregen. Natuurlijk zijn hier en daar kritische noten van, is de methodologie wel echt goed? Kan je dat wel echt zeggen? Maar dat is meer zoals academici altijd over alles wat ze schrijven met elkaar omgaan. Maar op zich ben ik heel verbaasd over juist de positieve reacties van economen. Ik had eigenlijk minder positieve reacties verwacht. We zijn ook heel erg in gesprek gegaan en dat blijkt wel, ja, dat is ook wel denk ik wat er moet gebeuren, omdat juist elke docent bepaalt op de universiteit zelf eigenlijk wat hij onderwijst. Dus al moet er verandering zijn, dan moeten economen zelf allemaal van gedachten veranderen en dat is een heel lang proces, want ze zitten vaak al heel lang in die manier van denken, maar ik denk dat met dit rapport we in ieder geval in gesprek kunnen gaan met heel veel mensen en dat is ook wel goed om te vertellen, denk ik. We zijn met een busje langs alle 9 universiteiten gereden, met alle dozen boeken achterin. Hebben we aan letterlijk elke econoom in Nederland hebben we er een gegeven, tenminste op de universiteiten, om gewoon voor te zorgen dat ze het echt gaan lezen. Want je kan natuurlijk een stuk publiceren, je hier een interview doen, maar heel veel economen die gaan dat niet serieus nemen. Terwijl geven ze persoonlijk een boek. Alsjeblieft, lees dit. We hebben jouw onderwijs ook geanalyseerd. We pretenderen niet altijd dat we het beter weten, want we zijn zelf ook maar studenten. Maar we hebben in ieder geval kunnen aantonen dat er toch wel echt problemen zijn met hoe we dat op het moment doen. Dus denk er alsjeblieft in ieder geval over na, over hoe we dit kunnen verbeteren. En ik denk dat het best wel goed heeft gewerkt. Maar er is natuurlijk wel, er moet druk op blijven, want als het hierbij blijft, dan was het leuk. En dan gaan we weer rustig verder. Dus we zijn nog lang niet klaar. Ja, want wat ik ook interessant vond van jullie rapport, jullie zeggen eigenlijk dat het economieonderwijs, hoe het nu is een maatschappelijk probleem. Ja. En kun je dat een beetje toelichten? Waarom is het een probleem? Ja, zeker. Ja, dat is heel belangrijk. Want het is niet zozeer dat ik zelf had het leuker gevonden als mijn opleiding ander was. En daarom ben ik deze beweging gaan leiden. Dat zou geen goede motivatie zijn en zou ik het ook nooit hebben gedaan. Maar economen zijn gewoon enorm invloedrijk in onze samenleving. Heel veel manieren hoe we, monetair beleid is dan een klein voorbeeld of een groot voorbeeld. Maar er zijn zoveel dingen die we op een economische manier zijn we erover gaan nadenken. Ook politiek, als je kijkt naar het CBS en het Centraal Planbureau. Dat heeft zoveel invloed op van alles. En ook binnen allerlei organisaties, buiten de politiek, maar ook gewoon binnen bedrijven. Economen vervullen zoveel rollen. Dat als die allemaal op één bepaalde manier denken, dan heeft het hele nare gevolgen voor onze economie. En natuurlijk hebben we 10 jaar geleden met de crisis gezien dat we hele grote dingen kunnen missen en met z'n allen kunnen schrikken. En dan heeft dat enorme sociale kosten. Maar dat is zeker niet het enige probleem. Kijk bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Kan je ook heel erg zeggen dat we op een bredere manier moeten nadenken over het probleem om dan beter dat aan te kunnen pakken. Maar er zijn veel meer onderwerpen, automatisering, vergrijzing. Er zijn zoveel economische problemen voor onze samenleving waar we op verschillende manieren naar moeten kijken. En als we dat dus niet doen, dan hebben we eigenlijk echt een maatschappelijk probleem. Ja, want eigenlijk stel je dus dat omdat we op een bepaalde manier over economie leren denken, dus die is heel abstract, heel neoclassiek, heel erg geloof in markten, kiezen we ook voor een inrichting die eigenlijk die kant op gaat. En misschien zouden we dus beter, als we andere scholen zouden leren, dan zouden we ook tot andere beleidskeuzes komen. Ja, ik zie het zelf eigenlijk ook als vaak, je bent niet bewust van de keuze die je maakt als je maar op één manier kan denken. Ja. Als jij maar op één manier daarna kan kijken, dan heb je eigenlijk de alternatieven niet kunnen overwegen. Want die heb je nooit begrepen, die heb je nooit kunnen zien. Dus je ziet zelf ook als eigenlijk gewoon blind één kant op lopen, net zolang dat je tegen die muur aanloopt. En dan schrikken we met z'n allen en dan gaan we kijken welke kant we dan op moeten lopen. Totdat we weer tegen de muur aanlopen. En ik denk dat we daar moeten we vanaf. Je moet telkens om je heen blijven kijken, verschillende perspectieven serieus nemen. En natuurlijk, je kan niet elk perspectief serieus nemen. Maar maar eentje gebruiken, dat is gewoon, lijkt me niet slim. Ja, en ik denk dat in alle sociale wetenschappen hebben verschillende scholen. En ja. Dat hoort ook bij sociale wetenschappen, omdat er niet één theorie is over de sociale werkelijkheid, omdat die te complex is. Precies. Maar wat zo interessant is bij economie, dat één zo'n school zo heel groot is geworden. En heb je enig idee hoe dat kan? Ja, dat is echt een vraag waar ik me ook echt enorm veel, zelf ook heel veel over heb gelezen inderdaad. Omdat ik, hoe kan dit? Waarom is dit zo? En waarom is bijvoorbeeld in sociologie, politicologie dit niet het geval? Ja. Wat je eigenlijk hebt gezien is dat in de economie was dat ook niet het geval. Het is eigenlijk pas sinds de Tweede Wereldoorlog dat neoclassieke economie heel dominant werd. Ook juist de wiskunde en de statistiek werd daarna pas heel dominant. En
Ja, dat is eigenlijk een combinatie van het idee hebben dat we de economie wel hebben begrepen. We kunnen beleidmakers, en dat was toen in die tijd heel Keynesiaans ook ingestoken. Terwijl daarvoor had je bijvoorbeeld institutionele economie. Natuurlijk had je ook al marxistische economie, maar ook de Duitse historische school. En die werden langzaamaan allemaal naar de marges gedrukt als niet echt wetenschappelijk. Want wij zijn echte wetenschap, wij kunnen het meten. En dat is een hele interessante ontwikkeling geweest. Waarbij toch wel steeds meer mensen echt de overtuiging hebben gehad van dit is de waarheid. Maar het is natuurlijk ook heel veel te maken met hoe is wetenschap georganiseerd? Waar komt funding vandaan? Welke partijen bepalen hoe de wetenschap eruit ziet? Want het is niet puur dat het gaat over alleen theorieën en wetenschappers die met elkaar praten. Want die moeten ook maar een instituut krijgen dat dat geld krijgt en dat dan vervolgens weer verspreid wordt. Dus het is een hele complexe mix eigenlijk van invloeden, zowel binnen economie als wetenschap, als binnen wat de samenleving voor invloed daar weer op heeft. Dus het is niet, tenminste in mijn, wat ik heb gelezen, is het allemaal heel complex, heel veel invloeden. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog, en dat is eigenlijk nog steeds het geval, dus het is al een heel lang probleem. En we moeten daar gewoon echt vanaf nu. En verwacht je dat het gaat gebeuren de komende 10 jaar? Ik, toen ik bij Rethinking kwam, was ik eigenlijk minder optimistisch dan ik nu ben. Ik kwam er heel erg in, het is al zo lang een probleem. Hoezo zou ik het dan wel, of wij dan, het wel opeens kunnen doen? Maar ik heb wel het gevoel dat de tijd zit wat dat betreft misschien meer mee dan voorheen. Zeker sinds de crisis is er toch wel steeds meer kritiek en steeds meer mensen die denken, die theorieën en die modellen die we hadden zijn misschien toch niet het antwoord en toch niet de waarheid voor hoe we onze samenleving willen inrichten en kunnen begrijpen. Dus langzaamaan zie je wel verandering, maar toch is wetenschap en zeker ook de economische wetenschap, dat is heel langzaam hoe dat verandert. Ook omdat, wat ik zei, economen die denken op deze manier en dan wil je dat veranderen, dan moeten ze zelf een manier van denken waarmee ze een hele carrière hebben opgebouwd, die moeten ze achterlaten. Dus ik denk vooral ook, en ik weet niet meer wie dat was, er was ook een econoom die ooit zei van de vooruitgang van de economie gaat met elke begrafenis. Omdat je hebt echt vaak gewoon nieuwe mensen nodig die op een nieuwe manier erin stappen met nieuwe ervaringen. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid is. Natuurlijk, ik geef de hoop niet op. Niet elke econoom die kan zijn gedachten niet meer veranderen. Natuurlijk, dat kan wel. Maar ik denk vooral dat we het moeten hebben van die nieuwe generatie die langzaamaan dan de nieuwe orde wordt. En dan toch wel met nieuwe ideeën komt. Maar ook buiten de economische wetenschap ben ik eigenlijk steeds optimistischer geworden. Dat ook bedrijven en zelfs banken, maar ook politici en gewoon normale burgers, die zijn al veel meer bezig met die nieuwe ideeën. Dus wat dat betreft lopen economen soms denk ik achter op de rest van de samenleving. En ik hoop dat de samenleving dan economen ook een setje in de rug kan geven om de goede kant op te gaan. Ja, want dat is denk ik ook vooral mijn eigen ervaring. Dat wat je ziet is dat de economische praktijk al verandert. Ja. En wat met name neoclassieke economen doen, ze doen net zoals dat ze beschrijven, maar ze zijn eigenlijk heel normatief. Ze willen een bepaald soort gedrag voorschrijven hoe mensen en bedrijven moeten acteren. Ja. En dat is inderdaad vaak voor individuen gericht op nutsmaximalisatie in bedrijven of winstmaximalisatie. Ja. Maar je ziet in de praktijk zie je steeds meer ondernemingsvormen ontstaan, maar ook mensen die acteren. Veel meer dat de purpose of het doel komt eerst en daarna het geld. Of daarna het nut of de maximalisatie in ieder geval. Ja. En van dat is dus een groot probleem. En vraagt dus, en roept in ieder geval mij de vraag, in hoeverre zijn neoclassieke economen nog relevant? Want indien ze de praktijk niet beschrijven, ben je dan eigenlijk al wetenschappelijk bezig. Ik zou zelfs nog verder trekken wat ik zelf heel soms gek vind van gedragseconomie. Wat vaak wordt gezegd als dat is echt nieuw, dat is waar de wetenschap heen gaat. Maar dat ze eigenlijk vaak doen wat je zegt. Nudging bijvoorbeeld, ook de recente Nobelprijswinnaar Thaler, die eigenlijk bekend is geworden ook juist met nudging. Wat eigenlijk is om mensen te stimuleren om meer te handelen zoals de neoclassieke rationele man. Terwijl je kan afvragen, is dat nou echt de rol van wetenschap? Maar wat je wel ziet is dat gedragseconomen krijgen binnen allerlei overheden, wordt het georganiseerd, wordt geïnstitutionaliseerd, ze hebben invloed op bijna al het beleid. Dus wat dat betreft blijven ze denk ik wel heel invloedrijk. En wat dat betreft denk ik dus ook gewoon dat moeten we ons afvragen of we dat als samenleving willen. Willen we allemaal genudged worden om te handelen als een rationeel, calculerend, egoïstisch persoon? Ja. Of willen we dat met z'n allen niet en willen we helemaal niet telkens op die manier moeten handelen? Dus ik denk wat dat betreft ook voor gedragseconomie denk ik dat daar een uitdaging ligt
om dat neoclassieke uitgangspunt gewoon los te laten. En te zeggen, oké, als we kijken naar gedrag, dan behandelen we niet zo. Waarom zouden we dat dan wel telkens als uitgangspunt nemen? Ja, het is heel gewoon normatief dus. Ze willen eigenlijk dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. En dat is, dat is dus eigenlijk tegenwetenschappelijk in feite. Dus niet beschrijven, maar het is organiserend. Ja, ik vind dat ook, al kijk je ook naar hoe neoclassiek, zeg maar, waar begint het mee? Ja. Dan is het met de perfecte markt, met de perfecte uitkomst. Ja. Met waarbij, ja, beter kan het niet. Het is eigenlijk een soort hemel. Ja. En dat was de eerste les, dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan dit het wetenschappelijk begin zijn? En ik denk dat, dat is echt iets waar economen zich, denk ik, een stuk serieuzer aan kunnen afvragen van, is dit echt zo? Want tegelijkertijd begint de eerste les met, jongens, er bestaat positieve en normatieve wetenschap. Positief is puur wetenschappelijk, objectief. Dat is wat wij doen, dat is wat economen doen. Ja. En normatief, dat is voor voor politici, dat is voor filosofen misschien, maar dat is niet voor ons, gaan wij ons niet meer bezighouden. En dan vervolgens begint het met de perfecte markt, waarin alles perfect is. Ja, daar zitten natuurlijk heel veel normatieve aannames in. En op zich is dat niet per se dat de hele theorie dan zinloos is. Maar daar moeten we wel eerlijk over zijn. Ja. Nee, en dat wordt vaak niet gedaan. En ik heb zelfs bedrijfseconomie gestudeerd. En eigenlijk pas achteraf kwam ik erachter dat het heel neoclassiek was. Of dat er heel veel linken zijn met neoclassieke economie. En ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk hebben. Dat ze dat niet doorhebben. Dat ze een bepaalde theorie onderwezen kregen. En niet een soort van waarheid. Mm. En van hoe kaart jullie dat als Rethinking Economics aan? Of hoe proberen jullie dit probleem te agenderen? Of studenten op te leiden of mee te nemen in dit debat? Ja, ik heb hetzelfde probleem ook gehad. Ik op middelbare school ook, ik heb geslaagd met een 9. Nog wat. En ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik een theorie leerde. Ik dacht, ik heb gewoon geleerd hoe de economie werkt. En ik denk dat is het allereerste wat we proberen altijd over te brengen aan studenten. Je leert niet per se gewoon de waarheid. En dat is iets wat heel veel economen, als praat je met ze, geven ze dat ook volledig toe. Dat is niet dat ze dat ontkennen. Alleen in de lessen wordt dat vaak niet benadrukt. Ja. Dan wordt het gewoon gezegd, jongens, zo werkt de economie, nu gaan we dat uitrekenen. In plaats van, jongens, we gaan nu één theorie behandelen die denkt dat ze kunnen verklaren wat er gebeurt. En dat is dus altijd iets, juist daarom proberen we altijd te laten zien, wat zijn die andere perspectieven? Want die worden gewoon nooit behandeld. En als je die nooit krijgt, dan heb je ook niet echt een idee van, maar hoe zou ik het dan anders kunnen zien? Dus juist door te laten zien, ja, je kan er zo naar kijken. Maar je kan ook zeggen, als je met een andere bril ernaar kijkt, dan zie je hele andere dingen. En als dat eenmaal dat kwartje valt, dan denk ik dat eigenlijk al heel veel gedaan is. Want dan ga je de rest van je leven ga je niet meer blind die ene kant op. Omdat je nooit hebt beseft dat er andere brillen zijn om daarnaar te kijken. Ja, maar mijn vraag is veel meer, hoe zorg je ervoor dat het kwartje valt? Ja, evenementen organiseren, ook interviews doen zoals dit, stukken schrijven, bijeenkomsten, lezingen en gewoon ook flyeren. Ook die rapporten bijvoorbeeld bij studieverenigingen langs met stickers. Dus we proberen echt, ook met de website, we proberen op allerlei verschillende manieren eigenlijk studenten erbij te halen. Maar gebeurt het ook echt in lessen? Dat mensen opstaan en zeg maar dit benoemen? Want dat is volgens mij de directe weg is altijd de beste leg. Dat iemand in een hoekcollege macro-economie dit aspect gaat benadrukken. Ja, zeker. Ja, ik ben zelf ook zo'n vervelende jongen die telkens van die vraag staat. Maar dit klopt toch helemaal niet? Of kan je toch ook anders naar kijken? Ja. En dat is zeker iets wat we allemaal doen. Maar het is vaak ook lastig, want dat blijft een hele. Ja, dat put je wel uit, want je bent dan telkens die vervelende individu in de klas. Zeker. Dus ik denk dat het fijne van Rethink Economics is juist dat je met z'n allen samen dingen kan doen. Zodat je niet die ene mafkees bent in de klas, maar dat je met z'n allen merkt van er zijn veel meer mensen die over dit soort dingen kritisch nadenken. Dus juist ook dat soort bijeenkomsten organiseren, dat zorgt ervoor dat mensen hier ook echt mee aan de slag gaan. In plaats van dat ze het één keer voorbij horen komen en dan denken, maffe vraag, het zal wel. Maar dat je dan ook kan zeggen, we hebben volgende week een festival, kom je langs, kom je naar Haijung Cheng luisteren. En dan gaat het natuurlijk veel verder dan als je alleen maar één vraag hebt gesteld. Dus het is en-en. Maar Ja, en hoeveel mensen zijn nu betrokken bij Rethink Economics? Ja. We hebben officieel op onze website, kun je ook inschrijven als lid. En daar hebben we iets 350 leden volgens mij. Op Facebook, social media worden we er iets meer gevolgd. Maar we hebben echt een actieve kern van 20 personen die echt mee bezig zijn elke week. En op die manier proberen we echt allerlei verschillende dingen te doen. Samenkomen, nadenken over wat vinden wij nou zelf eigenlijk. Dus op die manier proberen we dat wel te laten groeien. 20 is op zich een mooi aantal, maar het moet er natuurlijk veel meer worden. Want er zijn zoveel studenten in Nederland die economie doen. Dus we moeten gewoon blijven groeien. En internationaal? Internationaal zijn er
volgens mij bijna 100 of misschien wel meer dan 100 groepen. En heel veel zijn lokaal, dus echt van één universiteit. Bijvoorbeeld in Kopenhagen zit een hele grote groep waar de meerderheid van de studenten zijn lid. Dus echt, dat is enorm geweldig om te zien. Maar op heel veel universiteiten is het eigenlijk hetzelfde als wij. We zijn nog wel echt een minderheid. Maar je ziet dat vooral in Engeland zijn er heel veel verschillende groepen. In Frankrijk zijn ze actief, in Zwitserland. Ik was vorige week nog in Italië. Dus je ziet in heel veel landen, maar ook buiten Europa. Je ziet bijvoorbeeld in Colombia zijn actieve groepen actief. In Zuid-Afrika, in Vietnam. Dus het is echt, het is niet een Europese beweging. Het is iets wat je gewoon overal op de wereld ziet. Want helaas is ook krijg je micro 1, ook krijg je macro 1. Dat is bijna hetzelfde of je dat nou hier doet of doe je het in Colombia. Dus, je leert dezelfde theorie. Ja, dus overal wordt min of meer hetzelfde economieonderwijs onderwezen. Ja. En dat onderwijs is gewoon veel te nauw. Ja, ja, er zijn natuurlijk universiteiten die echt wat anders doen. Maar dat zijn er maar heel weinig helaas. Ja. En heb je een idee waarom Kopenhagen dan zo groot is of zo succesvol? Ja, ja, ik heb veel contact ook met ze. Ja. Ze waren 2 jaar geleden nog heel klein. Ze waren ze met z'n tienen. En wat ze voornamelijk hebben gedaan is dat ze met een docent die een eerstejaars vak gaf, meteen aan het begin van het jaar, daar hebben ze goed contact mee. En ze hadden in het begin van het jaar allerlei evenementen ook georganiseerd, heel veel stukken geschreven. En ze hadden ze eigenlijk alle studenten die nieuw kwamen, die eerstejaarsstudenten, die hadden ze meteen erbij gehad. En meteen ook met die docent. En op die manier was bijna iedereen van, oh, dit bestaat en dit is serieus. En dit is niet iets voor een exotisch groepje die leuke hobby's heeft. Maar dat het meteen was, jongens, we moeten hier met z'n allen mee bezig. En daardoor hebben ze gewoon honderden studenten erbij kunnen halen. Dus cool. Dat is ook een enorm voorbeeld voor ons, wat dat betreft. En zijn jullie ook van plan zoiets in Nederland te doen? Ja, ja, we zijn van plan om een university tour te doen. Om langs elke universiteit te gaan. Want dat is een beetje uniek aan Nederland. We zijn natuurlijk een klein land met goede connecties met openbaar vervoer. Dus voor ons is het makkelijk ook om langs elke universiteit te gaan. Dat is in heel veel landen niet te doen. Maar we proberen dan echt op elke universiteit inderdaad evenementen te organiseren. Met docenten in contact om te kijken of we bij hun misschien een gastcollege of een praatje kunnen doen. Of ze dat ook zelf meer kunnen behandelen. Dus op die manier proberen we dan echt op elke universiteit ook actieve groepen te hebben. Zodat je gewoon elke week of elke maand gewoon op jouw universiteit ook naar een lezing of een discussieavond kan gaan. Maar dat is wel, dat is wel echt iets wat nog op poten gezet moet worden. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar ik heb er wel vertrouwen in met het nieuwe team. Dus, ik kijk er ook naar uit. En ik denk zelf dus dat verandering van economie onderwijs nodig is. En dat dit rapport dus inzicht geeft. Maar zijn er plannen om dit rapport elk jaar te updaten? Zodat we kunnen volgen of het verandert? Ja, zeker. Ja, want dat is inderdaad natuurlijk de grote vraag. Gaat dit veranderen? En op onze website hebben we ook alle resultaten van het onderzoek. Dus economieonderwijs.nl. En daar gaan we ook elk jaar gewoon de nieuwe resultaten op laten zien. En dan moeten er natuurlijk ook stukken over worden geschreven. Waar zijn de dingen veranderd? Waar zijn dingen helemaal niet veranderd? Om dat bij te houden en dan ook druk erop te blijven houden. Want als universiteiten zeggen, we gaan er iets aan doen, maar vervolgens hebben we geen verandering gezien. Dan is de vraag, is het gewoon nog, moet het nog langer erover doen? Of zijn ze niet echt aan de slag gegaan? Dus op die manier moeten we gewoon inderdaad de lens erop blijven houden en het onderwerp op de agenda blijven houden. Ja, en zijn er dan professoren of misschien zelfs decanen van de economiefaculteit die zich echt hebben gecommitteerd van wij gaan ons inzetten voor verandering? Dus wij willen zelf ook dat die percentage net noemt veranderen en over 5 jaar is het geregeld. Ja. Is het al zover gekomen? Nog niet zozeer een 5-jaar plan dat over 5 jaar het ander is. Maar bijvoorbeeld in Nijmegen zijn ze al wel echt mee bezig om te kijken van kunnen we dit veranderen? Want zoals ik zei, Nijmegen doet het op zich goed qua theorieën. Maar op andere vlakken doet het en nog niet zo goed. En je hebt zelf in Nijmegen ook gestudeerd, toch? Ja, ik ook daar hebben ze een jaarlijkse bijeenkomst van docenten en studenten. Mocht ik ook het onderzoek presenteren om echt te zorgen, jongens, we doen het op bepaalde vlakken, doen we het goed, kunnen we het ook nog beter doen. Maar op bepaalde vlakken kunnen we ook echt alsnog een hele grote stap maken. En daar zijn ze wel mee bezig. Maar Utrecht bijvoorbeeld ook. Mijn opvolger, Elisa, die wordt voorzitter, die komt bijvoorbeeld ook in Utrecht en die heeft daar ook goed contact. En daar zijn ze bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig van we moeten meer doen. Ook voornamelijk real world economics, wat ook een slogan is op de universiteit, maar wat in de praktijk nog niet zo heel veel gebeurt. Maar ook Groningen en ook Maastricht. Daar zijn ze wel heel positief, zijn nog niet heel concreet. Maar dat is echt iets om we moeten gewoon in gesprek blijven, zodat er echt concrete doelen komen.
Ja, maar wat mij meteen opvalt als je deze faculteiten noemt, of deze universiteiten noemt, is dat het dan toch, dat de echte mainstream, wat ik Tilburg, Rotterdam en de UvA, dat die dan eigenlijk niet willen veranderen. En dat is natuurlijk denk ik typerend voor veranderingen, dat aan de zijkant er meer gebeurt dan waar de macht klontert. Ja. En zijn er dus ook contacten met name drie universiteiten, of zijn er ook mensen zeker. Die pogingen doen? Ja, we hebben ook zeker contact daar. Maar eigenlijk, ja, zoals je zegt, vaak gebeurt de meeste verandering aan de marge en dat lijkt helaas wel weer te kloppen, maar ik ben nog hoopvol voor misschien dat een decaan van Rotterdam of Tilburg toch wel nog met ons contact opneemt en zegt, we gaan wel echt iets doen. Maar zijn er wel gesprekken mee gevoerd? Er zijn wel gesprekken mee, ja. Zoals de UvA bijvoorbeeld, we waren ook bij twee keer per jaar komen de decanen bij elkaar. Hebben we ook ons rapport mogen presenteren. En daar kwam eigenlijk de meeste kritiek van Han van Dissel, de decaan van de UvA in Amsterdam hier. En op die manier zie je toch wel inderdaad dat de mainstream universiteiten vaak wat conservatiever zijn en dit soort dingen. Maar ook daar denk ik dat we hebben bijvoorbeeld ook contact met de studentenraad en ook juist de opleidingscommissie. Dat de studenten daar ook lokaal gewoon echt in gevecht gaan. Of in gevecht echt er blijven tegenaan gaan, omdat het niet stopt. Want op zich, als een decaan niet in één keer het zelf wil doen, dat betekent niet dat er geen verandering mogelijk is natuurlijk. Dus misschien dat het meer werk kost aan die mainstream universiteiten, maar het is zeker niet hopeloos. Ja, maar ik zie zelfs een gevaar dat ze op een gegeven moment heel erg achter gaan lopen. Dus dat is denk ik wat hier gebeurt, dat er op een aantal plekken heel veel wordt ontwikkeld en dat de gerespecteerde of de mainstream universiteiten eigenlijk heel erg traag zijn. Ja. En dat nou van allerlei kanten zijn dus nieuwe dingen of ontstaan nieuw economisch denken. En op plekken waar mensen denken up-to-date onderwijs te krijgen, gebeurt het gewoon niet. En dat is denk ik een zeer pijnlijke constatering. Ja. En denk ook een call to action, vooral voor de studenten. Dat is denk ik heel aardig, of ook een toegevoegde waarde van dit rapport. Dat de studenten zelf zijn die aangeven, nou ja, wij vinden ons onderwijs onvoldoende. Ja. En ik denk dat echt een wake-up call moet zijn voor die professoren en decanen. Om het ook echt serieus te nemen en aan de slag te gaan. Ja, nee, zeker. Ik ben zelf bijvoorbeeld aan de UvA begonnen, mijn eerste jaar. En toen kwam ik hierachter, heb ik eigenlijk een beetje een klein onderzoekje gedaan voor mezelf. Waar zitten nou de verschillen tussen al die universiteiten? En toen heb ik besloten, ik ga hier niet mijn tweede en derde jaar nog volgen. Ik ga naar een andere universiteit. En toen ben ik naar Nijmegen gegaan, omdat het daar dus een stuk pluralistischer is. Is ook zeker niet perfect. Maar ik denk dat eigenlijk, dat is ook onze bedoeling van de website. Dat het ook voor andere studenten ook inzicht kan geven van waar wil ik wel studeren? Wil ik dit eigenlijk wel leren of wil ik dit helemaal niet? En wil ik juist dit soort dingen? En dan moet ik naar een andere universiteit gaan. Dus ik denk inderdaad dat dat ook gewoon druk moet geven op de universiteiten van we moeten echt goed onderwijs geven, want heel vaak ligt de nadruk heel erg op onderzoek. Je moet goed publiceren in de juiste tijdschriften, zodat je punten haalt. En op die manier ligt onderwijs, dat is een beetje een bijzaak, dat doe je zo min mogelijk. En daar moeten we vanaf, dat kan ook gewoon niet. Maar ook voor het onderwijs denk ik dat het precies hetzelfde probleem is, dat het merendeel van het onderzoek wat op universiteiten wordt gedaan, op economische faculteiten, dat het een neoclassieke insteek heeft, dat het zeer wiskundig is en zeer abstract. Ja. Dus daar zie je eigenlijk een soortgelijk probleem. Dat is nog niet zo gekwantificeerd als jullie het in je rapport hebben gedaan, maar volgens mij is dat precies hetzelfde. Ja, wat is jouw inschatting? Ik heb toevallig wel ook onderzoek daarna gedaan, maar is nog niet gepubliceerd. Naar dan Nederlandse PhD's in de economie. Dus als je gaat promoveren, dan schrijf je uiteindelijk een dissertatie. En ik heb daar de volledige teksten van alle PhD's, dissertaties van de afgelopen 10 jaar geanalyseerd met een bepaalde software om te zien welke aanpakken worden nou genoemd, welke theorieën gebruiken ze nou. En daar komt eigenlijk uit wat jij zegt, dat bijna alleen maar neoclassiek, maar wat heel interessant is, wat je er wel ziet, is dat gedragseconomie 10 jaar geleden nog bijna niet gedaan werd en nu heel veel. Dus je ziet eigenlijk dat eerst was het alleen neoclassiek en nu is het neoclassiek en gedragseconomie. Maar al die andere perspectieven, dus ecologische economie, post-Keynesiaans, Oostenrijks, dat wordt allemaal nog steeds niet behandeld. Dus natuurlijk zijn dat alleen de PhD's, maar ik denk dat dat toch wel een goede indruk geeft van wat we in Nederland ook qua onderzoek doen. Ja. Dus daar zit ook nog een probleem. En dan misschien tot slot, hoe kunnen mensen aanhaken, studenten, kijkers, enthousiastelingen? Zeker, ja. Ten eerste dus gewoon naar onze website rethinkingeconomics.nl. Dan kun je gewoon ook eerst zien wat we al gedaan hebben. Je kan ook inschrijven dus als lid. En nu is het vakantie, zomer. In eerste instantie zijn er nu niet allemaal evenementen. Maar zeker in september gaan we weer beginnen en hebben we allerlei bijeenkomsten weer. Dus ook als je ons op social media of op de website volgt, dan komen er sowieso weer evenementen langs waar iedereen van harte welkom is. En daarnaast denk ik dat economieonderwijs.nl een hele leuke website is om alvast een beetje erover na te denken.
We hebben ook juist geprobeerd om niet alleen maar dikke pillen en zware academische artikelen te zetten, maar ook gewoon leuke video's die lekker kort zijn. Zodat dat je ook een beetje in je vakantie alvast dingen erover kan leren. Want ja, in je onderwijs krijg je het niet, dus al wil je wel die andere ideeën leren, ja, dan moet je het toch zelf doen. Dus ik hoop dat deze website heel veel mensen een beetje kan helpen daarmee. Dankjewel Sam, het was me genoegen en ik hoop dat je volgend jaar weer bereid bent om te komen om te vertellen of er progressie is geboekt. Ja, dus, ja, we gaan het nog proberen. Doen. Ja, zeker weten. Bedankt. Thanks. Top.